Op de onderzeebootbasis in de Waalhaven te Rotterdam heerst veel bedrijvigheid in verband met het vertrek van de Dolfijn naar het Poolgebied. Op deze oefenreis neemt men natuurlijk de nodige proviant mee. In de buik van het schip worden alle machines en apparaten aan een laatste inspectie onderworpen. De Dolfijn staat onder commando van de luitenant ter zee Van der Veen. De reis met het schip heeft ten doel het materieel en het uithoudingsvermogen van de bemanning in koude streken op de proef te stellen. Nu zal die bemanning het ook weer niet zo koud hebben, want voor elk lid is er een speciale uitrusting. Met bondgevoerde overjassen, dikke truien, ijsmutsen enzovoort. Allemaal uitstekend geschikt om een temperatuur van 20 à 25 graden onder nul echt lekker te vinden. Nu we dit allemaal gezien hebben, kan de Dolfijn wat ons betreft vertrekken. Dat doet hij dan ook. Even later varen we met behoorlijke snelheid op de nieuwe waterweg in de richting van de Hoek. De duikboot, die zijn naam Dolfijn alle eer aandoet, is 83 meter lang. Dieselmotoren met een capaciteit van 1250 paardenkracht geven hem een kruissnelheid van 12 mijl per uur. Als alles volgens plan verloopt, zal de boot op 28 april weer in Rotterdam terug zijn. Tot zolang dus, behouden vaart en goede wacht!